Ik las net een stukje naar aanleiding van een boekbespreking over dieren die ongelooflijk oud worden. Um, dat, wat stond daar nou in? Dus een schildpad. Nee, de, ja onder andere, maar er zijn er meer. Ik wil er wel zo wat voorbeelden van geven die ik nog even onthouden heb. Uh, ongeveer 25% van het oud worden is genetisch bepaald of wordt genetisch gestuurd. Dus nou ja, dat is op zichzelf een forse portie natuurlijk. Maar, maar een dan een generatie overslaan. Ja, je, je kunt iets verschrikkelijks krijgen. Je kunt gaan reizen in tropische streek... en een tropische ziekte oplopen, lopen, ga je ook dood natuurlijk. Dat is waar. Ja, ja. Nou ja, dus, wel iets... dus Ja, als je genetisch... Je hebt zo, volgens mij heeft het kwaliteitskrant ooit een hele reeks van stukken gehad... over honderdjarigen in Nederland. Dat waren nogal wat vaker, hele vive nog al ga je daarna dan wel vrij snel dood, maar goed toch vrij veel lui, en dat bleek toch voor een heel groot gedeelte bleken dat ook families te zijn, mm. waar mensen werkelijk oneindig oud werden. Ja, maar het kan een generatie overslaan natuurlijk, hè? Dat kan heel goed. Dat, ja, dat weet kan, je niet. kan een generatie zijn. Neem, nou ja, mijn grootouders die allemaal over de negentig zijn geworden, Zij het dat mijn grootmoeders beide jarenlang dement geweest zijn. Maar mijn ene opa is 96 geworden. Mijn andere opa is 95 geworden. En vooral die tweede, die was nog volledig 100% bij de tijd. Daar kon je gewoon zo'n opname als dit. Dat had hij. Hij sprak wel wat trager dan ik. Ik spreek al traag. Maar hij was echt wel een stuk trager. En maar nog meer geneigd om te zeggen: wat is dit nou voor, voor een vervelend gezeur? Wat een Onzin. Dat is wel nog netjes uitgedrukt. Ja, hij drukte er altijd netjes uit. Wel kritisch, maar wel netjes. Ja, ja. maar hij had, weinig, hij had weinig mededogen met de moderne wereld. Ja.